ga kijken bij laboranten die eigenlijk onderzoek doen naar de veiligheid, maar ook wel de werking van medicijnen. En hier in dit splinternieuwe gebouw volgen ze de opleiding, ik weet niet helemaal precies waar. Maar ik heb een afspraak met Johanna Louter, zij is een docent. En zij kan mij, genoeg erover vertellen. Die zijn aan het werk. Zij hebben een theorie gehad over een farmacon-college, dus over een medicijn kiezen. En dan gaan ze later aan de slag om dat ook te testen op cellen bijvoorbeeld. Of op C. elegans, dat is een hele kleine worm. Waar we ook wel experimenten mee kunnen doen. Maar veel nog meer gebruikt is eigenlijk celkweek en dat is deze setting. Ja. In de celkweek kunnen we dan tumorcellen nemen en dan kunnen zij kijken of die tumorcellen werkelijk geremd worden, bijvoorbeeld in hun groei, door dat medicijn. Dus op die manier doen ze, testen ze alvast in een kleine setting hoe zo'n medicijn werkzaam zou kunnen zijn. Het is een studie van 4 jaar in het totaal. Ze zitten nu aan het einde van hun tweede jaar. Dus hierna gaan ze nog een specialisatie doen. Dus ze kiezen hun eigen afstudeerrichting. En daarna gaan ze op stage. En dan gaan ze afstuderen en dan zijn ze klaar. Dus deze student moet nog 2 jaar voordat hij de arbeidsmarkt op kan. Tijdens en na hun studie werken de laboranten in de farmaceutische of voedingsindustrie. Maar ze komen ook wel bij chemische bedrijven terecht. Mag je wat vragen? Tuurlijk. Hoe vind je het, de studie die jij doet? Ik vind het echt ontzettend leuk. Ja? Ja, en waarom? Wat boeit jou? Ja, ik vind het heel leuk. De biologie-aspecten vind ik echt heel leuk. Dat was ook al mijn favoriete vak op de middelbare school. En ook het labwerk vind ik echt heel leuk om te doen. Gewoon lekker rustig zitten pipetteren. Dat vind ik heel ontspannend. Helemaal goed. En weet je al waar je later zou gaan willen werken? Ik weet nog niet precies. Ik weet dat ik de research kant op wil, maar voor de rest weet ik echt niet wat ik precies wil gaan doen. En die research kant, wat bedoel je daar precies mee? Dus bijvoorbeeld medicijnonderzoek. In ieder geval echt onderzoeken van waarom gebeuren bepaalde dingen zoals ze gebeuren. En, de werking van medicijnen? Ja, bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld werkingen in de cel, hoe dat nog allemaal werkt. Want we weten wel een heleboel, maar nog steeds ook een heleboel dingen niet. Dus dat lijkt me ook heel interessant om daar naar te kijken hoe dat allemaal werkt. Ja. En hoe vind je het? Hoe vind je het hier om hier te werken? Ja, superleuk. Ja? Ik bouw echt heel veel ervaring op. Er staat ook heel mooi op je cv en zo. En ook later met stage heb je het ook echt hartstikke nodig. Want hoe lang ben je nu al bezig? Studie? Nu zit ik in mijn 4e jaar. Oké. Zo meteen afstuderen. En dan heb ik waarschijnlijk dit ook wel nodig. Ik doe nu microbiologie. Dus zo meteen met afstudiestage doe ik ook microbiologie. En wat zou je dan precies willen doen? Ja, ik zou denk ik bij de Danone, denk ik. Of Yakult. Zulke bedrijven. En wat zou je dan bij zo'n bedrijf precies gaan doen? Waarschijnlijk gewoon onderzoek. Ik weet niet precies wat, maar ze gaan gewoon wel onderzoeken over bepaalde producten. Jij leidt de studenten hier op. Hoe vind je het nou, het lesgeven? Ja, ik vind lesgeven leuk, omdat je meeloopt in een stukje leven van jonge mensen. Zij zijn vaak enthousiast om ook dingen te leren. De beroepspraktijk van het laboratorium vind ik inhoudelijk erg plezierig om in te werken. Dus die kennis vind ik ook fijn om over te dragen. En in een nieuw gebouw hier. Zeker, daar zijn we echt heel trots op en ook blij mee. De nieuwe laboratoria bieden ons ook wel nieuwe mogelijkheden voor weer nieuw onderzoek. En zeker het feit dat het allemaal zo nieuw is, maakt het ook dat het prettig is om in te werken. Het Institute for Life Sciences and Chemistry verhuisde vanuit de binnenstad naar deze nieuwe locatie. Onlangs is hier het innovatielaboratorium, ofwel iLab, gestart. Dit laboratorium biedt bedrijven de kans om gebruik te maken van deze onderzoeksfaciliteiten, zodat ze zelf minder hoeven te investeren. En vooral om samen te kunnen werken met studenten, docenten en onderzoekers.
Pieters. Dat klopt. Een van de lectoren van de Hogeschool Utrecht. Klopt. Ja. Prachtige plek hier. Mooi, hè? Ja, absoluut. Maar dat is wel eens anders geweest, hè? Nou, de FC Donderstraat waar we zaten was ook wel mooi. Maar dit is een veel uniekere plek. We zitten midden in de Uithof. Puur Science Park. Ja. En dat is voor ons een hele belangrijke stap vooruit. Waarom dan? We zitten tussen al de partners waar we mee willen samenwerken. Denk aan het UMC, Universiteit Utrecht, Nutritia. Dat is voor ons een meerwaarde. Maar waarom zijn jullie zo uniek dan? Wat is er zo bijzonder? Ik denk toch dat het komt omdat we er open voor staan. Dat we echt die samenwerking opzoeken. Dat we ook de mensen vragen van, kom met die vragen. Dus wij verzinnen de vragen niet meer zelf. We gaan op zoek naar de opdrachten. En als mensen eenmaal doorhebben dat het iets oplevert, komen er meer mensen. En steeds meer bedrijven ook die daar mee doen. Ja, exact. Ja. Kun je een voorbeeld noemen daarvan? Nou, een goed voorbeeld is Cipla. Een bedrijf wat net gestart is in Bilthoven. Die heel graag studenten van ons willen afnemen. En die samen met studenten projecten uitvoeren. Waarbij zij ook een rol in de begeleiding hebben. Een ander voorbeeld is Dofarma. Een veterinair bedrijf wat medicijnen maakt. Die hebben een persoon hier op het lab neergezet. En hier kan die persoon dingen doen wat die niet kunnen gebeuren in het bedrijf zelf. Dus wij bieden mogelijkheden, labfaciliteiten die een bedrijf zelf niet heeft. Er is ook een bedrijf Genmap hier op de Uithof, binnen Utrecht Science Park. Ja. Die echt een opdracht bij ons neerleggen van kunnen jullie iets ontwikkelen voor ons. En dan met name omdat jullie de apparatuur hebben. Apparatuur en we hebben ook hele goede onderzoekers. Dat zijn onze docenten die heel veel ervaring hebben, die uit het onderzoek komen. Veel van onze mensen zijn ook gepromoveerd. En die hebben echt ervaring in het onderzoek doen en komen hieruit in een studentsetting, maar zijn nog steeds heel goed in staat om onderzoek te doen natuurlijk. Loopt Utrecht hier nou voor op de andere science parken in Nederland? Nou, dat weet ik niet. Je ziet overal die ontwikkeling en ik denk bijvoorbeeld aan Leiden heeft het ook heel goed voor elkaar. Wij zijn gewoon een van de toppers, denk ik wel, maar we zijn zeker niet de enige. Ik denk dat het gewoon overal zo gaat en dat het ook de toekomst is voor de manier van onderzoek doen, samen met elkaar en niet meer ieder voor zich. En dat is wat je hier kunt opbouwen. En toch zei je van wij zijn nog wel toppen. Waarom? Omdat we in een setting zitten als Utrecht Science Park met een academisch ziekenhuis, met veel bedrijvigheid en veterinaire faculteit niet te vergeten. De enige in Nederland. Een goede hogeschool en een heel goed instituut. Het instituut waar ik in werk, het Life Science and Chemistry Instituut, is gewoon heel erg goed. Dankjewel. Geen dank, graag gedaan.